Van harte welkom. Dit is een bijzondere aflevering van het Koetshuis. In deze mooie Ammanstuin waar we op dit moment zitten. Eén gast, Corrie van Ree. En dat is natuurlijk niet zomaar. Want Corrie heeft onlangs afscheid genomen van de Tielse gemeenteraad. En eigenlijk ook van Tiel, hè, zo mag ik dat best wel zeggen. Als wethouder zijnde. En wordt waarnemend burgemeester in de gemeente Westmaarzerwaal. Dat klopt. Dat is een hele mooie move eigenlijk. En onverwachts. Ja, voor mij niet natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor de buitenwereld wel zo is. Ik ben bijna 8 jaar wethouder geweest in de gemeente Tiel. En voor mezelf heb ik eigenlijk al een jaar geleden de balans opgemaakt en gedacht, fantastische periode hier gehad. Ik heb hier heel fijn gewerkt, maar 8 jaar is ook mooi geweest. Dus ik had voor mezelf al wel besloten dat ik na de volgende verkiezingsronde dat ik niet meer mee zou doen en niet meer beschikbaar zou zijn als wethouder. En toen kwam die kans voorbij om waarnemer te worden in Westmaarzerwaal, moet ik het zo zien? Ja, vorig jaar heb ik aan de commissaris van de Koning laten weten dat mocht er ergens een waarnemer nodig zijn, mocht er een plaats zijn, dat ik daar wel graag voor in aanmerking wilde komen. Want het leek me heel uitdagend om dat te gaan doen. Ja, en die kans die kwam 2 maanden geleden voorbij. Toen de commissaris in een gesprek aan mij vroeg of ik beschikbaar wilde zijn. Of ik mee wilde doen voor Westmaarzerwaal. Zijn natuurlijk. Ja, is goed. Ja, dat is gewoon heel leuk. Want het is wel, kijk, op het moment dat je laat weten dat je ervoor in bent, dan is natuurlijk de kans dat je gevraagd wordt om dat te gaan doen. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. En ik had sowieso gedacht, dat gebeurt een keer na de verkiezingen, na deze periode. Ja, nu komt het voor het einde van de periode. Dat is op zich, ja, was het ook mooi geweest om die periode af te maken. Maar ik vind het ook wel mooi om nu gewoon echt iets anders te gaan doen. Ja, als die kans er ligt, dan moet je hem natuurlijk pakken. En Westmaarzerwaal is heel leuk, want het is in de eigen regio. Ik ken de collega's uit de regio natuurlijk. Ik werk hier al die tijd en Westmaarzerwaal zit in onze regio. Ken je de plaats goed? Niet zo heel goed. Ik ken hem omdat hij onderdeel is van de regio. En ik ken hem vooral van de laatste 2 maanden dat ik er doorheen ben gegaan met de auto. En ja, vroeger gingen wij sowieso regelmatig, iedere zomer, ook nu nog, rondje Pontje fietsen. Ja. En dan kom je Dreumel, Wamel en met Pontje ga je dan weer terug. Terwijl we nu echt alle dorpen af zijn geweest om te kijken van hoe ziet het eruit. En je kijkt er ook gewoon met hele andere ogen naar dan wanneer je daar alleen maar doorheen gaat als toerist. Ja, het is een heel ander stukje Nederland, terwijl het toch zo dicht bij het hier ligt. En ook een hele andere mentaliteit die daar heerst dan in Tiel zelf. Heb je dat al ervaren of dat nog niet? Nou ja, weet je, mijn moeder komt uit Brabant. Mijn vader komt uit Overijssel. Mijn man is geboren in Brabant. Ik ben geboren in Dordrecht. We hebben in Krimpen aan de IJssel gewoond. We hebben een paar jaar in Drenthe gewoond. En we wonen nu al een hele tijd in Tiel. En als we dan over de kaart een kruis leggen, dan komen we aardig in Westmaarzerwaal en Tiel uit. Dan heb je overal hele aardige mensen en lastige mensen. Ja, en zo simpel is het. Ja, zo simpel is het wel, ja. Hey, als we nou eens even terugblikken op Tiel, hè, die afgelopen raadsperiode die jij mee hebt gemaakt als wethouder zijnde. En ook de periode daarna voor, Tiel Zuid, PvdA. Daar is echt wel een kentering heeft daar plaatsgevonden, hè, landelijk. En daar heb je in Tiel ook last van gehad. Ja, er heeft natuurlijk landelijk in de politiek een kentering plaatsgevonden. Als je kijkt naar hoe versnipperd het politieke landschap nu is. Ja, je ziet het nu met de problemen van de formatie. Dat je zoveel partijen hebt en dat het niet meer is zoals vroeger. Dat je 2 of 3 partijen nodig hebt en je hebt een meerderheid. Dat is niet meer. En ja, als de grondwet niet verandert, dan zal dat ook niet terugkomen. Dat is al een aantal jaren aan de gang. Dat is eigenlijk al begonnen toen ik in 2002 in de gemeenteraad kwam. Want toen hadden wij hier voor het eerst een lokale partij die meedeed. Ja, dat was toen ProTiel. Dat was toen ProTiel. En als je kijkt dat we nu behalve ProTiel hebben we Sociaal Tiel en hebben we de Partij van de Burgers. Dus we hebben lokale partijen erbij gekregen. Daarnaast afsplitsingen erbij gekregen. Dus ja, dat landelijke beeld dat vertaalt zich ook naar Tiel. En dat vertaalt zich dus ook naar de conventionele landelijke partijen. Nou, je bent steeds meer een bestuurder geworden, hè? Volgens mij kun je daar nu ook wel wat van zeggen. Kun je jezelf nog herkennen in de PvdA? Ja, zeker. Die groenbezinselen? Jazeker, jazeker. En waar is het dan bij die partij misgegaan, in jouw ogen? Als je afspraak kunt spreken van... Ja, dat is jouw tekst, hè? Ja. Nou goed, valt natuurlijk niet te ontkennen dat het een en ander flink is misgegaan, hè? Landelijk heb ik nou het ja, ik kijk, als daar een goede analyse voor was, als daar een goede oorzaak voor te noemen was, dan zouden vaak we, kun jij wel dan zouden duiden, we nog steeds, dus ik was helemaal benieuwd. Dan zouden we nog steeds de grootste partij zijn. Mm-hmm. Ik denk dat de grootste oorzaak is
dat het gewoon landelijk verandert. Dat hele politieke beeld landelijk verandert. Als je kijkt hoeveel politieke partijen erbij gekomen zijn, waarvan een deel vroeger op de Partij van de Arbeid stemde. Als je kijkt met PVV, DENK, die halen overal hun kiezers vandaan. Dat waren niet alleen Partij van de Arbeid stemmers, ook VVD stemmers, ook CDA stemmers. En dat zie je gewoon terug, want de VVD is nu de grootste partij. Maar kijk eens hoeveel zetels die nu heeft en hoeveel zetels een grootste partij 15 jaar geleden had. Ja, dat was het maakt 50. Dat verschil is enorm. Ja. En ja, dat zit voor een groot deel wel echt in het landelijk beeld, in de landelijke politiek die verandert. Partij van de Arbeid is voor mij nog steeds een partij van solidariteit. Een partij die toch opkomt voor mensen die een ruggensteuntje nodig hebben. Maar dat doen andere partijen ook inmiddels, hè? Ja, en misschien is dat wel een oorzaak dat er meer partijen zijn die dat doen. En dat de verschillen minder groot zijn. Dat vroeger had je echt uitgesproken verschillen. Ik weet van mijn ouders, die stemden KVP. Nou, die dachten er echt niet aan op Partij van de Arbeid te gaan stemmen. Dat deed je niet. Het was not done. Maar ook dat is anders. Heel veel mensen die nu CDA stemmen, die hoeven niet per se van katholieke of christelijke huizen te zijn. Dus ja, je hebt daar een enorme verschuiving. En nogmaals, als ik wist wat de oorzaak daarvan was. Nou, Steven de Vrees, oud-burgemeester van de gemeente Tiel, die zei toen destijds bij zijn afscheid van ja, de verzuiling. De heilige vakjes, ja. Die bestaan als zodanig die niet meer. Die zijn verdwenen, dat klopt. Ja. Ja. En daar zul je op aan moeten passen. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is dus bij de PvdA onvoldoende gebeurd. Misschien. Ik denk dat de Partij van de Arbeid ook naar verjonging, vernieuwing, modernisering toe moet. Van de andere kant geloof ik ook in vasthouden aan je grondbeginselen en in duidelijk zijn. Ik geloof niet in partijen die iedere paar jaar het roer omgooien omdat ze minder kiezers hebben. Als je minder kiezers hebt omdat de kiezers zich niet meer bij jou thuis voelen. Maar je staat nog wel steeds waar je voor stond. Je staat nog steeds voor mensen die dat extra ruggensteuntje nodig hebben. Je staat nog steeds voor solidariteit. Je staat nog steeds voor sociaal-democratie. Mm-hmm. En je kunt aan iedereen uitleggen waarom je daarvoor staat. Maar je raakt kiezers kwijt omdat mensen voor andere grondbeginselen kiezen. Ja, moet je dan je grondbeginselen gaan verlaten? Nee, denk ik niet. Maar misschien moet je er een modern jasje overheen gooien. Nou, misschien hebben ze in Den Haag gewoon meegeluisterd. You never know. Zou kunnen. Hey, wel trots op die Tielse club? Ontzettend. Ja, ik vind echt na iedere raadsvergadering, iedere commissievergadering, als ik kijk naar de fractieleden van de Partij van de Arbeid, de zittende fractie, dan merk ik steeds weer, het is niet populistisch en het is niet met allerlei one-liners. Het is misschien niet wat het grote publiek aanspreekt. Maar weet je, met populaire kreten bestuur je geen stad. En wat ik van onze fractie echt zie, en daar ben ik trots op, is dat ze altijd nadenken over beslissingen. Dat ze altijd kijken, wat is het effect over een paar jaar? Want we kunnen nu wel ja zeggen en iedereen blij maken. Maar als dat betekent dat er over 5 jaar grote problemen zijn, dan doen we dat niet. En dat vind ik echt de kracht van deze Partij van de Arbeid. Altijd constructief. Altijd denken, oplossingsgericht denken. Mm-hmm. En wat je, misschien zie je dat ook wel terug in de raad. Ik kijk er natuurlijk meer binnenin. Hè. Ik weet niet hoe mensen daar van buitenaf naar kijken. Maar dat het ook gewoon een hecht team is van mensen die elkaar weten te vinden. Die soms heel pittig discussiëren. Maar dat mag ook. Maar die wel op één lijn zitten. Het politieke landschap, hè, daar hebben we het al over gehad, dat is wel veranderd. Maar ook hoe mensen daar tegenaan kijken in die zin. Vroeger een wethouder, die kreeg respect en een burgemeester. Ja. Dat is nu stukken minder. Ja. Het is per definitie eigenlijk al fout. Ook al heb je het beste voor. Want ik ga ervan uit dat dat zo is. Hoe ervaar je dat zelf? Ja. Kijk, toen ik de politiek inging, heb ik me een aantal dingen voorgenomen. En één daarvan was, als ik de deur uitga van mijn kantoor, moet ik aan iedereen uitleggen waarom ik een beslissing heb genomen zoals ik die heb genomen. Mm-hmm. En dat kan ik ook. En als er één ding is, de afgelopen periode is heel vaak aan mij gevraagd, waar ben je trots op? En dan kun je denken aan grote dingen, maar eigenlijk is dit waar ik trots op ben. Dat ik trouw ben gebleven aan mezelf en dat ik altijd, als ik iets doe, ook al zijn mensen er niet blij mee, maar dat ik wel uit kan leggen waarom ik een besluit heb genomen zoals ik het heb genomen. Je kunt het voor jezelf verkopen.
Nee, ik kan het gewoon naar eer en geweten uitleggen. Voor jezelf verkopen, dat klinkt voor mij als je gaat bijsturen. Nee, ik kan naar eer en geweten uitleggen. Maar zo heb ik het niet bedoeld. Waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. En ik merk dat mensen dat niet altijd leuk vinden. Maar dat het wel respect afdwingt. En dat mensen dat ook, dat die er dan ook begrip voor hebben. En bij heel veel besluiten is het nu eenmaal zo dat als je ja zegt tegen Jantje, het vervelend is voor Pietje. Of als je ja zegt tegen Pietje, dat het vervelend is voor Jantje. En daarom vind ik ook dat je een goede afweging moet maken. En echt proberen op een integere manier en trouw aan je eigen principes besluiten moet nemen. En dat betekent dan dat mensen soms niet blij zijn. Zijn er ook zaken waarvan jij achteraf zegt van dat had anders gemoeten? Of daar heb ik niet zo'n fijn gevoel bij? Nou, dat klinkt heel pedant, hè. Maar ik ben niet geneigd om terug te kijken. Omdat met de wijsheid van achteraf kun je altijd zeggen, ik had het zo moeten doen of ik had het zo moeten doen. Maar je kunt het niet overdoen. Dus dat is niet zinvol. Het is meer dat ik wel toekomstgericht. Wat ik bijvoorbeeld wel doe is, als ik na een raadsvergadering een gevoel heb van dat liep niet lekker, dat ik terugkijk en kijk van waarom was dat nou? Wat had ik zelf kunnen doen om dat te veranderen? En soms zie je dan wel dat je denkt van ik was te kort door de bocht. Of ik had misschien toch iets beter uit moeten leggen. Of ik had toch iets terug moeten gaan in de geschiedenis. Want dat waren mensen even kwijt. Ja, je kunt er jou duidelijk zien als je jezelf irriteert. De pokerface van Corrie die is ver te zoeken. Ik dacht dat dat meeviel, maar ik heb van anderen ook totaal niet. En waar heeft dat dan mee te maken? Is het dat dan ook dat je met een gevoel erin zit? Ja, kijk. Als ik probeer aan de raad een voorstel voor te leggen, dan is dat een voorstel waar ik achter sta. Ja. En waar ik aan heel veel mensen heb gevraagd die er mee te maken hebben of die er verstand van hebben. En heel veel mensen mening heb gevraagd. En dan komt er een door mij in ieder geval doordacht voorstel. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen daarmee akkoord gaat. Nee, dat hoeft niet. Als mensen doordacht niet met me eens zijn, vind ik het niet erg. En als mensen op de inhoud niet met me eens zijn, dat vind ik niet erg. Maar als mensen op de positie gaan zitten van wat je nu bijvoorbeeld bij gemeenschappelijke regelingen veel ziet. Hè? Ja. Gewoon heel, heel concreet. We hebben laatst het verhaal over de werkzaak gehad. De laatste raadsvergadering. Ja. Ja. En daar zegt op het einde van het verhaal rondom werkzaak zegt, wij willen dat niet. Ja. En die keuze die zou best wel kunnen, maar we willen het niet als raad zijnde. Ja. Ja, dat is niet fijn. Dat hangt er vanaf. Kijk, als dat is van wij als raad zijn de baas. Mm-hmm. En wij willen u laten zien dat we de baas zijn. En dat speelt rond gemeenschappelijke regeling nog wel eens. En dan gaat het niet over, dan gaat het niet meer over wat is goed voor de inwoners. Wat is goed voor de mensen waar we het voor doen. Maar wij zijn de baas en wij willen laten zien dat wij hierover gaan. En op het moment dat ik, dat is gevoel, hè? Want ik interpreteer dan wat ik hoor en zie en misschien zit ik daarnaast. Maar als ik de indruk heb dat dat gebeurt, daar heb ik grote moeite mee. Maar het is toch een stukje communicatie? Van? Nou, gewoon onderling. Hoe dat loopt. Ja, hoe dat gaat. Ik vind het lastig als ik probeer uit te leggen. En ik heb niet de wijsheid in pacht. Als de mensen op inhoud zeggen van het is niet verstandig, want voor de mensen waar we het voor doen is dat niet goed. Hè? Mm-hmm. Mensen hebben daar last van of mensen hebben daar nadeel van. Dan kun je het daarover hebben. Maar als het is om te laten zien dat de raad de baas is, dan vind ik dat lastig. Want dat powerplay-idee. En ook ik, wij zitten daar voor de inwoners. Wij zitten daar voor mensen die ons gekozen hebben. Voel je dan zeg maar je eigen integriteit aangetast? Als we het heel diep ontleden. Nee, want ik probeer naar eer en geweten mijn verhaal te vertellen. Mm-hmm. Maar ik merk dan wel dat ik daar niet, dat ik daar niet doorheen kom. Dat vind ik jammer. Ja. Omdat het niet ten gunste is. En dan even los van werkzaken. Hè? Maar omdat het niet altijd ten gunste is van de mensen waarvoor we zitten. Ja. Terwijl ik tegelijkertijd heel goed wel die strijd van raadsleden begrijp rondom gemeenschappelijke regelingen. Want raadsleden komen ook veel meer op afstand te staan. En ik begrijp ook dat zij zoeken naar
waar zij voor neergezet zijn. Ja, het is niet altijd rocket science, hè, zo'n gemeenteraad. Het gaat erom dat je de dingen doet voor de stad die goed zijn. Precies. Hè, dat de rotzooi opgeruimd wordt. Ja. Je kent het wel. Het is een zwembad dat het er komt of niet. En dat je daar met z'n allen over beslist. Ja. Westmaarsewaal. Daar ga je nu naartoe, maar dat is maar voor een periode van een half jaar zo'n beetje. Hè? Eind van het jaar, wat ga je daar doen? In Westmaarsewaal. Ik heb een duidelijke opdracht meegekregen van de commissaris van de Koning. En dat is dat ik goed moet besturen. Ja goed. maar wat zegt dat? Wat houdt het in? Dat zijn de raadsvergaderingen, voorzitter. Ja, dat betekent, voor mij betekent dat eigenlijk het ontzorgen van de zittende mensen. Zorgen dat wethouders niet allerlei dingen moeten doen omdat de burgemeester is vertrokken. Zorgen dat zoveel mogelijk de zaken gewoon doorgaan. Dat de raadsleden iemand hebben waar ze bij terecht kunnen, die de rol van de burgemeester op een goede manier probeert te vervullen. En niet iemand die daar enorme dingen gaat veranderen of op zijn kop zet, helemaal niet. Want dat A, kun je dat niet in een half jaar. B, is dat mijn opdracht niet. En C, zou ik dat helemaal niet willen. Ik bedoel, ik heb niet de indruk dat het daar slecht gaat. Dus waarom zou je dan... Ergens een stempel op willen zetten? Ja, nee, logisch. Nee. Ik weet nog, toen ik wethouder werd, toen ging Willem Gradissen weg. Mm-hmm. En toen zei ik... Als de verkiezingen komen en mensen hebben niet gemerkt dat Willem Gradissen weg is gegaan, omdat alles gewoon door is gegaan, dan ben ik tevreden. Ja. En dat geldt nu eigenlijk ook. Als dadelijk een nieuwe burgemeester daar komt en de mensen in Westmaarsewaal hebben niet gemerkt, en ook de raadsleden en de wethouders hebben er geen last van gehad dat Thomas Steenkamp weg is gegaan, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Nou, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hey, je gaat mee in dat verhaal of niet? Ik bedoel daarmee te zeggen, er wordt een nieuwe burgemeester gekozen. Het is heel grappig, hè? Want ik heb een nieuwe opdracht voor een half jaar. Tenminste, zoals het er nu naar uitziet voor een half jaar. Dat vind ik leuk, daar verheug ik me op. En heel veel mensen vragen, wat ga je daarna dan doen? Ja, dat weet ik niet. Wat ga jij hierna doen? Ja, nee, ik blijf doen wat ik doe. Ja. Ik ga voor een half jaar, of in ieder geval gedurende de periode dat er geen burgemeester is, ga ik nu naar Maas en Waal. Ja, en wat ik daarna ga doen... Dat zien we dan wel weer. Dat zie ik dan wel weer. Ja, ah, dat is ook een mooie gedachte natuurlijk. Ja. Maar ga je op voorhand solliciteren om daar mee te gaan? Weet ik niet. Dit is voor mij nieuw. Je gaat eens even proeven hoe dat is. Ja, dit is voor mij nieuw. Misschien vind ik het heel leuk en zeg ik, dit wil ik blijven doen. Misschien vind ik dit heel leuk en wil ik waarnemer blijven. En misschien denk ik, nou, dit was een mooie ervaring, maar ik ga nu bij Stadstv werken of zo. Oh ja, nou, dat is ook leuk. Daar ben je sowieso altijd welkom. We hebben al meerdere oud-politici in de club zitten. En dan gaat het op de dag van vandaag nog steeds goed. Dat vind ik ook wonderbaarlijk, maar het is wel zo. Je hebt ook wel een stukje waardering gekregen, hè, bij je afscheid. Dat was natuurlijk allemaal snel. Erepenning van de stad Tiel. Ja. Wat doet dat met je? Ja, nou ja. Daar was ik wel verrast door. Waarom? Daar was ik echt verrast door. Je hebt je toch ingezet voor die stad. Je hebt zelf aangegeven met eer en geweten. Ja. De goede dingen gedaan. Ja, maar de erepenning, dat vind ik nog wel... dat is een eer om die te krijgen. En zo voelt dat ook. Ja. Zo voelt dat ook. En dat geldt eigenlijk ook voor alle waardering die ik heb gekregen. En natuurlijk weet ik ook wat te relativeren. Als je weggaat, dan ben je afscheid. En als je doodgaat, dan zijn mensen heel positief over je. Maar ik heb ook wel waardering gekregen, gewoon echt geuit van je hebt dat en dat gedaan en heb je me blij meegemaakt of je hebt dat of dat voor mij gedaan. Dat heeft heel veel betekend. Dat is heel mooi als je dat terugkrijgt bij je afscheid. Ja. En daar ben ik ook trots op. Waar we niet omheen kunnen. Ik heb dat zelf ook ervaren de afgelopen weken. Dat is de dood van Pieter van den Burg. Dat we eigenlijk als politiek in Tiel. En wij van de Stadstv zijn dan zeg maar de beschouwers. Ja. Maar je maakt ook onderdeel uit van dat hele plaatje. Mm-hmm. Dat wel gigantisch hard aan is gekomen. Het zijn enorm impact geweest, ja. Ja. Natuurlijk om ja, sowieso twee redenen. In de eerste plaats omdat Pieter een heel markant persoon was. Dat klinkt ook raar te zeggen, was, hè. Ja, heel, we hadden heel, net in het voorgesprek nog, hè? Van hij is er nog gewoon. Gewoon echt, het is onwezenlijk en om te bevatten dat hij er niet meer is. Het was iemand die echt zijn stempel drukte op de hele samenleving in heel veel opzichten. Wat was jouw band met hem, een haat-liefdeverhouding? Ja, dat is misschien wel goed uitgedrukt. Ik heb met Pieter natuurlijk in de periode dat hij in de Partij van de Arbeid zat, hebben we een wat lastige periode samen doorgemaakt. Wij zijn, ik denk in... Ik weet niet meer wanneer dat was, ik denk een jaar of drie geleden, zijn we samen gaan lunchen.
Ja. En toen hebben we zaken uit het verleden doorgesproken en ook het hier en nu. En ja, ik heb eigenlijk vanaf die tijd ook gewoon een normale band met Pieter zoals ik met de meeste raadsleden had. Behalve dat ik Pieter misschien iets beter ken. Toevallig heb ik je nog niet verteld, maar ik denk dat het geleden is, vier, vijf weken geleden hooguit. Dan praat ik als journalist een beetje met hem en dan onder het genot was dat van een wijntje. Dan vraag ik nog van hoe is dat nou met Corrie dat hij toch wel ook een lijntje weer met jou had. Ja, van, ja. Ik denk dat we dat ook hadden. Het is ook... Maar vond je ook een vervelende, hoor? Dat is wederzijds, hè? Ja, ik bedoel, dat is ja. ook... Je noemde de haat-liefde-vrouw, dus een heel groot woord ervoor. Maar het was wel, ik denk, wederzijds waardering. Wederzijds respect. Maar ook wederzijds irritatie. Zoals ik natuurlijk met meerdere raadsleden heb. Op het moment dat ze het niet met me eens zijn, dan heb je wat irritatie. Terwijl dat niet erg is zolang het om de inhoud gaat. Nee, precies. Dan wil je nog steeds graag, maar dat geldt van beide kanten. Maar het geeft ook de relativiteit weer aan, hè? Dat is ook zo. Wil je nog iets kwijt aan de kijkers, tot slot? Nee, dat ik een hele mooie tijd in Tiel heb gehad. En dat Tiel een hele goede gemeenteraad heeft. Die constructief bezig is. Een fijn college. Waar goed samengewerkt wordt. En ik hoop, en op die manier bereik je wel de meeste dingen. En ik hoop dat dat zo blijft. Nou, we gaan elkaar zeker nog tegenkomen. En ik wens je veel succes in West-Maaswaal. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er de volgende week weer. Graag tot dan.